Plantage Frederiksdorp in Kommeweide heeft afgelopen zaterdag haar verhalenmuseum geopend. Onder begeleiding van een Baitagana groep heeft Cyrano Salman, projectleider van het twinningproject Het Geheugen van Noord-Kommeweide en directeur van Plantage Frederiksdorp, het verhalenmuseum geopend. Het betrof de softopening van het museum, een oud plantagehuis van de 18e eeuw, vol verhalen over de cultuur, de mensen en de geschiedenis van het district Kommeweide. Salman geeft aan wat het belang is van een verhalenmuseum op Plantage Frederiksdorp. Het museum is van de stichting gedeeld cultureel erfgoed Suriname-Nederland. En het is een idee om verhalen van de bewoners van Noord-Kommeweide te verzamelen en op een website te zetten. En dat project hebben we afgerond. We hebben een prachtige website. En toen dachten we, we kunnen veel meer met de verhalen. We hebben toen aan Frederiksdorp gevraagd of ze het historische pand beschikbaar wilden stellen om een verhalenmuseum te maken. En dit historisch pand, wat zelf vol verhalen zit, dat is nu de basis geworden van alle verhalen van alle dorpen van Kommeweide. Volgens Salman is er met man en macht gewerkt om de deadlines te halen om het museum op tijd af te hebben. De target was om het in 2021 te openen, maar een aantal zaken waren nog niet in place. Het is een heugelijk feit dat het nu geopend is voor het grote publiek, zegt Salman. We merken dat het interessant is voor iedereen. Ouderen, jongeren, jongvolwassenen, kinderen. Iedereen die hier komt, leest verhalen, luistert verhalen. Zit in de boot door de swamp, zit in de wolkenkamer, letterlijk in de wolken. Kan lezen in de bibliotheek, kan je zijn eigen verhalen opschrijven. Je kan tekeningen en schilderijen maken. Het is een beleving, een hele gevarieerde beleving, waardoor we merken dat iedereen heel lang hier binnen blijft als ze komen. Zijn er restricties om het museum te bezoeken? Nee. In principe willen we iedereen welkom heten hier in het museum. Dus de mensen van de omgeving wiens verhalen hier zijn. De mensen uit Suriname die hier naar de rechteroever komen en de verhalen van de mensen van de rechteroever kunnen luisteren en zien. En natuurlijk toeristen die naar Suriname komen, die in dit deel van Suriname, de rechteroever van de Kommeweide rivier, ook weer de mensen leren kennen door de verhalen. In het museum zijn er verschillende zalen ingericht in de sfeer van het verhaal dat wordt verteld. Zo zijn er een mangrovenboshoek en een filmzaal aan de hand van de bioscoopverhalen uit Plantage Margaretha. Een foto van de oude bioscoop en een bioscoopkaartje zijn er ook te zien.